Je ziet het steeds vaker op straat. Jonge kinderen die hard voorbij fietsen op een fatbike. En dit heeft ook serieuze gevolgen. Veiligheid Nederland ziet dat er dit jaar al meer slachtoffers op de spoedeisende hulp terechtkomen na een ongeluk met een fatbike dan vorig jaar. Het gaat vaak om jonge kinderen die bijvoorbeeld hersenletsel oplopen. Artsen van het Radboud UMC pleiten voor meer verkeersveiligheid om dit te voorkomen. Cijfers van Veiligheid NL laten zien dat in de eerste 4 maanden van dit jaar 33 personen op de spoedeisende hulp zijn beland na een ongeluk met een fatbike. Vorig jaar waren er 59 slachtoffers in totaal. Een zorgwekkende trend vinden artsen in het Radboud UMC. En dit wat nu recent reuring veroorzaakt, zijn die fatbikes. Iedereen ziet het in het dagelijkse leven. We hebben geen goede eigen cijfers waar we dat in zien. Maar die eerste cijfers die gepubliceerd zijn omdat men zich grote zorgen maakt, die laten zien dat er een forse toename van ongelukken met fatbikes is. Dat betreft met name kinderen tussen 10 en 14 jaar. Dat is natuurlijk dan ook extra zorgelijk eigenlijk. Ja, als we zien zeg maar die 33, dan staat er dus echt in de toedrachtbeschrijving van de arts of verpleegkundige fatbike. Dus die 33 is ook echt een onderschatting zeg maar, van het totale aantal. We zien heel veel kinderen eigenlijk op dagelijkse basis voorbij komen toch na fietsongevallen. En het afgelopen decennium eigenlijk steeds meer. Ja. Van een gebroken arm tot ernstig hersenletsel. De gevolgen van een fietsongeval kunnen groot zijn. Nou ja, wat we bij die fatbikes zien, dan zijn het sowieso jongen. Dus de jonge doelgroep 10 tot 14 jaar, dat is de grootste groep. Dat is dit jaar bij die 33, is de helft daarvan is tussen de 10 en 14 jaar. Kinderen hebben een relatief gezien groot hoofd, vergeleken met volwassenen zoals jij en ik. En wat er dan gebeurt, is dat kinderen vaak toch eerst op hun hoofd landen. Dus we zien hier veel schedelhersenletsel. Van een hersenschudding tot ernstige hersenbloedingen. Maar ook alles wat er verder bij komt kijken. Letsel aan armen, benen, borstkas of buik. En dat ernstige hersenletsel is relatief makkelijk te voorkomen door het dragen van een fietshelm. De cijfers die er zijn, die zeggen minder overlijdens. En die zeggen met name, dat is dan denk ik een cijfer die ik wil noemen, 60% minder ernstig hersenletsel. Dat ernstige hersenletsel is dus dat hersenletsel wat maakt dat je bij ons op onze traumakamer waar we nu staan komt. En dat je bij ons op onze IC komt. En dat je daarna een lang revalidatietraject voor de boeg hebt met veel gevolgen als je het overleeft.